Mijn hoofd hier een beetje raar aan het bewegen, zodat jullie de highlighter kunnen zien. Hey allemaal, welkom terug op mijn kanaal. Ik ga in deze video de nieuwe make-up van Catrice testen. Ik heb deze net binnengekregen en ik zat nog zonder make-up, dus ik dacht ik ga het gewoon voor camera testen. Ik heb ook het persdossier hier bij de hand, dus ik kan jullie ook al de prijs en zo meegeven en een beetje de feeling van de nieuwe producten laten zien. Voor ik begin met testen wil ik jullie nog vragen om te abonneren op de rode knop hieronder. En vergeet ook al geen like te geven en dan ga ik nu beginnen met de video. Ik ga er gewoon maar meteen in vliegen en ik ga beginnen met deze primer en ik ga eventjes lezen wat ze daarover zeggen. Dit is een transparante vloeibare primer met SPF 30 en het is bedoeld voor mensen met een actieve levensstijl. En deze kost €4,99. Het flesje ziet er wit uit en ik veronderstel dat de primer dan ook wit eruit ziet. En het heeft een pipetje. En deze is blijkbaar sportproof. Nu, ik ben niet iemand die gaat sporten met make-up op, maar als je dat wel doet, is dat misschien ook wel handig om te weten. Maar goed, ik ga het product opnemen en het is inderdaad echt een witte primer. Het ziet eruit als lijm. Ik ga eens een paar druppeltjes om mijn hand doen. Ik ga het open smeren. En het heeft gewoon een neutrale geur. Niet speciaal of zo. En het smeert makkelijk uit. Voilà, ik heb de primer aangebracht. Natuurlijk moet ik deze langer testen om het effect er echt van te kunnen zien. Op het eerste zicht lijkt dit echt gewoon een heel fijne basic primer. De primer is aangebracht en dan kunnen we nu door naar de foundations. En ik ga daarvoor dit gebruiken. En ik ga het eventjes lezen wat erop staat. Dit is de 1 Minute Face Perfector. En dit is een lichte mousse met een zachte dekking. Past zich aan aan elke huidtype. Kan in plaats van primer of foundation worden gebruikt. Ik vind het wel een beetje speciaal dat dit eigenlijk een soort van foundation is. Maar dat er maar één kleur van is. Dus ik ben heel benieuwd wat het gaat geven op mijn huid. Het voelt echt aan als een mousse. En we gaan het eens swatchen op mijn hand. Ziet er... Ja, als ik eerlijk ben, ziet het er al voor mij een beetje te bruinig uit. Maar het smeert eigenlijk wel heel makkelijk uit. En dan zie je de kleuren meer. Raar product. Vraag ik mij wel af hoe je dit het beste aanbrengt. Met een kwast of met je vingers? Ik ga mijn vingers gebruiken omdat ik het gevoel heb dat het product een beetje smelt dan. Ik vind het eigenlijk wel heel fijn om hierin te roeren. Oeh. Oh, ik heb schrik dat het echt veel te bruin gaat zijn. Oh my god. Wat ben ik aan het smeren? Ik zie nu al dat dit eigenlijk een beetje te donker is voor mij. Maar ja, dat had ik ook wel verwacht. Het is precies hetzelfde bruiner ofzo dat ik aan het opsmeren ben. I don't know. Nu ik het zo uitgesmeerd heb, vind ik het precies wel... nog oké, maar als ik het voor de eerste keer aanbracht, dacht ik wel even van oké, wat is dit? Ik weet eigenlijk niet goed wat je met dit product moet aanvangen. Ik denk dat dit eerder bedoeld is als een soort van BB cream. Nu ik het zo bekijk, denk ik wel van het ziet er wel oké uit. Mijn gezicht ziet er wel egaal uit, maar ik zie wel nog mijn oneffenheden erdoor. Dus de dekking is eerder licht tot medium. Maar op zich vind ik het... Als ik het zo bekijk, vind ik het wel nog oké. Ik vind het een beetje een vreemd product, want ik zie wel effect. Maar ik was ook een beetje van, dat ziet er zo bruin uit. Maar het past zich wel aan mijn huid, precies. Dus op zich ben ik er wel tevreden van. Ik ben benieuwd hoe het zich gaat zetten op mijn huid. Want dat kan natuurlijk altijd nog van kleur veranderen door het oxideren. Catrice wil eigenlijk met deze producten die ik hier net heb laten zien een soort van no-make-up look creëren. En daarvoor hebben ze ook nog een lippenbalsem uitgebracht. En dit is de coconut balsem. Dat is dus gewoon een lippenbalsem met een kokosmaak. En deze kost €3,99. Deze lippenbalsem herstelt beschadigde lippen met verzorgende kokosolie, vitamine E en arganolie. Dan gaan we voort naar dit product. En dit is een highlighter. Dit zijn de Golden Dust Highlighter Drops. En deze kost €4,99 en het zit ook weer in een pipetverpakking. We gaan eens bekijken het product. Nu moet ik wel zeggen dat ik highlighter liever in een poedervorm heb. En niet echt in een vloeibare vorm, maar we gaan eens kijken. Het ziet er zo uit. We gaan het eens opensmeren. Oeh, oké, ja, deze is wel
super mooi. Het is echt wel zo'n gouden ondertoon. Echt zo perfect voor de zomer. Oké, ik kan echt niet wachten om het aan te brengen. En het smeert makkelijk uit. Ik hoop dat jullie het zien. Ik ben mijn hoofd hier een beetje raar aan het vegen, zodat jullie de highlighter kunnen zien. Om het geheel af te maken hebben ze nog een poeder uitgebracht. En dit is een gloss poeder met licht reflecterende microfijne pigmenten voor een egale finish met een natuurlijke glow. Kan los worden aangebracht of om make-up te fixen. Dus het is eigenlijk een poeder, maar het gaat niet matteren, het gaat juist een glow geven. Nu, ik ga het wel laten zien hoe dat het bij mij staat. Ik heb een vette huid, dus mijn huid gaat vanzelf al glimmen. Dus om dan nog eens extra glow toe te voegen, is denk ik voor mijn huid een beetje too much glow. Het is geen wit poeder. Ik heb het nu aangebracht, maar ik zie niet echt effect of zo daarvan. Ik denk dat het eigenlijk gewoon een poeder is, maar of het nu echt een glow effect geeft, ik zie het toch niet op mijn gezicht terug. En dan gaan we nu over naar de ogen en ik ben eventjes daarvoor dichterbij komen zitten. Ze brengen 4 nieuwe oogschaduwpaletjes uit en ik heb er 2 ontvangen. De oogschaduwpaletjes zijn trouwens super dun en echt heel compact, dus wel goed voor op reis te gaan. En dit zijn de kleuren van Future Female. En dan hebben we dit palet, het is Soul Searchers. Dit ziet er dan weer zo uit. Er zit een blauwe kleur in en voor de rest allemaal wel kleuren die dicht bij elkaar liggen. Ik moet wel zeggen dat ik de kleuren eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde vind lijken. Zo, het lijkt allemaal heel hard op elkaar. Dus ik ben benieuwd wat voor een look ik hiermee kan creëren. Ik ga denk ik voor dit palletje gaan, Future Female. Ik ga beginnen met deze kleur en als ik de kleur wil opnemen, dan zie je al dat het super korrelig is. Nu moet ik zeggen dat ik dat niet echt op mijn ogen zie of zo. Het is een lichtroze kleur, maar je ziet het nu niet echt heel erg opvallend op je ogen of zo. Het is subtiel. Ik ben eens aan het kijken in het paletje en ik ben aan het zoeken naar zo een crease kleur. Maar er zitten nu niet echt donkere kleuren bij. Wat ik ga doen is deze kleur nemen. Ik vind dit wel donker. En dan gaan we dit in de arcade boog aanbrengen. Maar ja, het is nogal heel korrelig. Wat ik nu ga doen is deze lichte kleur en die ga ik dan eigenlijk overal nog eens aanbrengen om toch een beetje een ooglook te kunnen creëren, een beetje diepte te creëren. Dit is de ooglook die ik ermee heb gemaakt. Het is echt heel snel aangebracht en geblend en eigenlijk vind ik dat wel heel fijn dat de kleuren gewoon heel makkelijk zijn. Ze hebben niet veel werk nodig om er mooi uit te zien op je ogen. En ik vind de ooglook wel leuk en natuurlijk. En ik denk wel dat dat iets is dat ik dagelijks zou dragen. Het is een compact paletje dat je op vakantie kunt meenemen. En waar je een makkelijke, simpele ooglook kunt mee maken. Als je net begint met make-up is dit echt wel een fijn palet omdat je gewoon een aantal kleurtjes hebt en ze blenden gewoon makkelijk en je moet niet veel moeite doen om een mooie ooglook te creëren. Maar als je al meerdere oogschaduwpaletten hebt in je collectie, dan denk ik niet dat dit echt een toevoeging is. En dan gaan we voor de mascara en ik heb deze ontvangen. En dit is de Glam Doll Boost Lash Growth Volume Mascara en ik ga eventjes lezen wat erover geschreven wordt. Dit is een langhoudende mascara die de wimpers bedekt met een diep zwarte textuur en stimuleert tegelijk de wimpergroei. Dit is eigenlijk een serum en mascara in één. In 6 weken zorgt deze mascara voor een verdubbeling van de wimpergroei en 54% meer volume. Ik ga voorfoto's maken en dan ga ik het een aantal weken testen en zien wat het met mijn wimpers doet. Het borsteltje is eigenlijk super simpel. Ik hoop dat jullie het zo'n beetje kunnen zien. Het is stevig en het zijn allemaal heel korte haartjes. Eigenlijk niet echt een speciaal borsteltje. We gaan eens zien wat dat met mijn wimpers doet. Door het kleine borsteltje kunnen eigenlijk heel makkelijk bij alle
haartjes komen. En het zorgt wel voor veel lengte en ook wel volume. Het geeft wel een heel mooi effect, moet ik zeggen. De mascara zit erop en de mascara geeft inderdaad echt super veel lengte aan mijn wimpers. En ook wel mooi zwart effect, dus gewoon prima mascara op het eerste zicht. En dan gaan we nu verder naar de lippen en ik heb 3 lipproductjes ontvangen. Ik ga beginnen met deze 2 producten. Dit zijn de Power Plumping Gel Lipsticks. De hoogglans lipstick met hydraterende hyaluronzuur verzekert je lippen van gladde en zichtbare volle lippen. Het is verkrijgbaar in 10 kleuren. Dit is de eerste kleur, dit is nummer 010 en dit is precies een concealer, maar we gaan eens testen. Je ziet het bijna niet, maar het is een beetje een nude kleur. En dan hebben we nog kleur 060 en dit is een rode kleur en deze ga ik erna testen. En deze ziet er wel heel mooi uit. Ze bevatten alle 2 een glansje. Maar de kleur die ik op mijn lippen ga aanbrengen en waar ik het meest benieuwd naar ben, is deze kleur. Dit is de Generation Plump and Shine Lip Gloss. En ik ga het eventjes teruglezen. Dit is een hoogglans lipgloss met medium dekking en een romige textuur. Het is verkrijgbaar in 8 kleuren. En ik heb de kleur ontvangen Nude Sapphire. Dat is een kleurtje 070. En we gaan het eens swatchen en op de lippen aanbrengen. En dit ziet er zo uit. Het is de onderste kleur. En dan ga ik het nu eens aanbrengen op mijn lippen. En voilà, een super mooie kleur. Het plakt wel, maar dat is natuurlijk te verwachten als je een lipgloss draagt. Maar ik vind het eigenlijk echt een super mooie kleur. Voilà, ik heb de nieuwe producten die ik van Catrice heb ontvangen getest in deze video. Ik moet zeggen dat er een aantal producten bij zaten waarvan ik denk, heeft dat nu echt een toegevoegde waarde? Ik weet het niet. Andere producten zijn dan weer de moeite waard om te ontdekken en om een beetje langer te gebruiken. En daarvan ga ik nog een blogpost schrijven als ik er de tijd voor vind. Het product waar ik het meest benieuwd naar ben is de mascara. Omdat ik echt wel benieuwd ben of mijn wimpers hiervan gaan groeien of niet. Dus daar ga ik sowieso testen. En ik ga een voor- en nafoto plaatsen binnen een aantal weken op mijn Instagram of op mijn blog. Het product waar ik een beetje mijn bedenkingen heb, dat is dit product, de foundation. Ik heb eigenlijk geen idee wat het juist doet. Het is een beetje een rare textuur. Is het nu een foundation? Is het nu geen foundation? Het is ook maar in 1 kleur, dus ja, ik weet niet hoe ik ermee moet aanvangen. Dit was dus mijn eerste indruk van de Catrice producten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Vergeet niet te abonneren, te liken en dan zie ik jullie in een volgende video. Doei!